De politie zal maatregelen treffen opdat het veiligheidsgevoel op scholen terugkeert. Vandaag openen de scholen hun deuren na de kerstvakantie. Er zijn bij de politie veel klachten binnengekomen over ontoelaatbare en strafbare gedragingen die voor, tijdens en na schooluren plaatsvinden. Ouders, scholieren en anderen hebben hun bezorgdheid geuit over een aantal zaken waardoor er op donderdag een spoedoverleg is geweest met de waarnemend korpschef, de commissaris van politie Ruben Kensen, de landelijke coördinator buurtmanagement inspecteur Henry Kia en de woordvoerder van de politie inspecteur Milton Bisschop. Er zal in samenwerking met de schoolleiders repressief en preventief worden opgetreden. Tegen ordeverstoorders en criminelen die de scholen onveilig maken, zal er ook worden opgetreden, meldt de politie Public Relations. Er komt een gedegen plan van aanpak en met betrekking tot voorlichting op de scholen, is de afdeling voorlichting jeugdzaken belast. Aan de ouders en of verzorgers van de studenten wordt gevraagd om met hun kinderen te blijven praten en steeds de schooltassen van hun kroost te controleren. Bij constatering van ongeregeldheden kan ongerief voorkomen worden door tijdig aan de bel te trekken.